bij deze nieuwe video. Ik zit hier weer in mijn badjas, want vandaag hebben we weer een Get Ready With Me. Ik heb vandaag een event van de Easy Paris, een beauty event waar ik heen moet. Het is natuurlijk weer helemaal in Amsterdam, like always. Ik kom uit Brabant, is weer een anderhalf uur reis, maar oké. En ik ga mij vandaag klaarmaken voor dat event. Plus, ik neem jullie natuurlijk ook weer mee naar het event. Dus het wordt een beetje een make-up video slash halve vlog-achtig iets. Ik heb mijn haren al gedaan, ik heb mijn wenkbrauw al gedaan. Ik heb alleen nog geen make-up gedaan, dus dat ga ik vandaag doen in de video, obvious. Ik ga ook laten zien wat ik aandoe en al die dingen. Dus ja, ik neem jullie vandaag gewoon weer lekker gezellig met mij mee naar het Easy Paris event. Ik ben ook extra enthousiast, want ik ben nog nooit gevraagd voor een Easy Paris event. Ik ga wel altijd naar de Douglas events van hun concurrent. Maar Easy Paris heeft mij nog nooit gezien ontdekt. Nou hebben ze moi ook ontdekt en ben ik ook gevraagd. Dus heel erg gezellig. En ik ga daar weer heen met mijn vriendin Hajar. En ja, ik praat alweer veel te veel. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen. Qua kleding hou ik het vandaag heel makkelijk. Gewoon helemaal zo. Zwart, een trui, een broek. Maar ik doe lekker leuke fel gele heftige hakjes aan die ik heb gekocht in Marokko. Dus ik ga vandaag qua look, ik ga sowieso weer voor een full glam, like always. Ik denk dat ik dat niet eens meer hoef te vertellen. Dus ik ga een beetje mijn make-up op mijn schoenen afstemmen. Dus ik ga een beetje voor een bruine, goud, gele look. Dus dat vind ik wel leuk. Dus ik doe weer even mijn haren naar achteren. En dan weer mijn leuke cute haarbandje in. Die ik ook in Marokko heb gehaald. Ik heb 2 Marokko vlogs gemaakt. Als je die nog niet hebt gezien, bekijk ze nadat je deze video hebt gezien. Het paletje die ik ga gebruiken is de Urban Decay Honey Palette. Dit is echt het perfecte paletje als jij gaat voor goud, bruin, geel. Vooral die kleur hier, die is echt prachtig. Dus ik ga met dit paletje vandaag een look maken. Het wordt gewoon een makkelijke halve cut crease ooglook. Dus we gaan even inzoomen op de ogen. Ik ga natuurlijk weer beginnen met primen. En ik gebruik alweer mijn MAC Soft Ochre. Die gebruik ik echt like in elke video. Ik begin met de matte kleur hier. En met mijn grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn arcadeboog. Dan ga ik in met de bruine matte kleur, die heet Drip. En ook met de fluffy kwast breng ik die aan in mijn arcadeboog. En dan pak ik de matte kleur hier in de hoek, die heet Sting. Met een platte fluffy kwast breng ik die kleur aan hier in de hoek. Dan pak ik weer die grote fluffy kwast, ik heb er verder niks meer op gedaan. En dan blend ik alles gewoon een beetje zo uit. Dan met mijn Catrice concealer maak ik een halve cut crease. Ik heb nou echt al in 3 video's achter elkaar een halve cut crease gemaakt. I'm sorry guys. Dan ga ik in met de glanzende kleur hier. Die heet Honey. Die is een beetje geel goud en dat matcht echt mooi met de schoenen denk ik. En die kleur breng ik dan aan over de hele cut crease. Dan pak ik weer die kleur Sting die ik als laatste heb gebruikt hier in de hoek. Die breng ik dan weer een klein beetje hier aan met die platte fluffy kwast. En dan blend ik het in de glanzende kleur. Ik zou Sarah niet zijn als ik het niet nog heftiger zou maken. Ik wil ook nog wat losse glitters aanbrengen. Van Meraki Cosmetics heb ik hier de 24K glitters. Ik zal even de onderkant laten zien. Kijk, deze zijn zo mooi geel goud. Dat matcht echt perfect met de schoenen en de look die ik nou maak. Dus deze wil ik nog lichtjes gaan aanbrengen op de cut crease. Niet te veel, gewoon lichtjes, want ik wil nog wel dat je de kleur eronder kunt zien. En omdat dit een losse glitter is, moet ik ook lijm aanbrengen. Dus ik gebruik mijn Ethos losse glitterlijm. Zo, echt heel mooi dit. Dan pak ik van LA Splash nog mijn glitterpen in de kleur Whimsical. En deze is ook zo mooi geel goud. En die ga ik aanbrengen op de cut crease randlijn. Om het mooi strak te maken en om ervoor te zorgen dat alles binnen in de cut crease blijft. Kijk, die lijnen heb ik nou hier wel gemaakt en hier niet. Je ziet echt best wel goed het verschil. Hier is het nou helemaal zo mooi strak en glitterig. En hier is het nog gewoon een beetje saaiig. Dus dit lijkt een beetje een extra stap die niet per se hoeft. Maar ik vind toch dat het echt best wel veel verschil maakt. Dan ga ik ook een wing maken. Ik was erover aan twijfelen, maar ik denk toch dat ik het gewoon ga doen. Ik gebruik mijn Catrice Brush Ink Pen. Deze is super goedkoop, betaalbaar en echt super fijn. Ik had die ook in mijn Catrice video getest. Altijd even schudden, want als je schudt, je hoort ook een soort van balletje heen en weer gaan. En hierdoor komt er dus genoeg ink uit.
Als mascara gebruik ik mijn Benefit Bad Girl Bang mascara. Dit is de kleine variant. En als nep wimpers gebruik ik mijn Lily wimpers in de kleur Sydney. Die zijn zo heel mooi en vol. Dit zijn wel mink wimpers. Ik weet niet voor de mensen die het hebben gemist. Ik ben gestopt met mink, want ja, dat is van een echt dier. En dat is gewoon echt vreselijk hoe ze dat dier behandelen. Maar ik maak nog gewoon op wat ik heb. Maar ik koop er niks meer bij. Kijk, ze zijn zo heel mooi fluffy. Dus deze ga ik opdoen en dan kom ik zo terug. Want dan gaan we beginnen aan het gezicht. Ogen zijn voor nu even klaar. Ik ga beginnen aan het gezicht. Ik ga primen met mijn Milk Primer. Deze grote groene primer. Deze heb ik gehaald in Sephora in Spanje. Die is dus hier helaas niet te koop. Maar ik vind hem echt toppie. Sinds ik hem heb en heb gebruikt. Ik snap echt de hype. Hij is echt de hype waard. Dus mocht je ooit naar Sephora gaan, sla hem zeker in. Als foundation gebruik ik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 6. Als concealer gebruik ik mijn Huda Beauty Concealer. Ik heb hem in de kleur Nougat. En dan ook nog een beetje cream contour met mijn Fenty Beauty Match Stick in de kleur Truffle. Die is heel mooi bruin, dus deze breng ik ook een klein beetje aan, niet te veel. Ik wil gewoon een klein beetje contour hebben. En dan mijn favoriete Huda Beauty Poeder in de kleur Pound Cake. En hiermee ga ik even een beetje baken en aanbrengen op alle plekken waar ik concealer heb gedaan. Dan een beetje contour met mijn Kat Von D paletje in de kleur Deep. En ik gebruik de onderste contourkleur, obvious, want de kleur hier kan ik echt letterlijk voor niks gebruiken. Ook deze heb ik gehaald in Sephora, dus deze is helaas hier ook niet te koop. Maar hij is wel echt top, dus mocht je ook weer naar Sephora gaan, dan raad ik hem ook echt zeker aan. Ik gebruik vandaag, valt me op, best wel veel duurdere producten. Dat is omdat ik ze niet heel vaak heb gebruikt. Dus ik wil ze een beetje wat vaker gaan gebruiken. Ik heb by the way hier de Elf Blush Kwast. Die is dus voor blush, maar hij is zo mooi plat. Dus ik gebruik die voor contour. En daar vind ik hem echt ideaal voor. Dan ga ik ook nog in met mijn Benefit Pressed Poeder. In de kleur 2. En zoals ik echt in elke video doe, breng ik die nog extra hier aan. Voor meer dekking en een beetje verlichting. En dan een beetje MAC Fix Plus. Dan ga ik verder met de ogen. Ik heb hier mijn Catrice potloodje. Ik heb hem in de kleur Shockwaves 140. En die breng ik aan in mijn waterlijn. En voor mijn onderste wimperrand ga ik in met de lichte bruine kleur en de bruine kleur hier in de hoek. En ik begin met die. En dan ook nog een beetje mascara op mijn onderste wimper. Zo, dit is dan helemaal klaar. I love it. Ik vind dit paletje altijd echt super fijn. Als je van die kleuren houdt, raad ik hem echt zeker aan te kopen bij de Easy Paris. Ik ga nou lekker veel bronzen, want ik wil lekker een gebronsd gezicht. Ik gebruik mijn ABH bronzer in de kleur Rich Amber. Als blush gebruik ik mijn UNG Baked Blush in de kleur Golden Berry. Die is echt super mooi en heftig. I love it. Oké, ik heb weer iets te veel aangebracht. Waarom doe ik dat toch steeds? Ik moet wel zeggen dat blush snel vervaagt. Dus ja, als je iets te veel aanbrengt, maakt niet per se uit, want het gaat toch helemaal vervagen. Dan ga ik verder met de highlighter. En dit is echt een van mijn faves. Hij is super mooi goud van Physicians Formula. Prachtig. Kijk hoe heftig dit is, jongens. Deze is echt zo mooi. En dan breng ik het ook een beetje aan op de neus. Hier op de punt. En dan ook zo hier. Of ja, punt. Top bedoel ik. En dan blend ik het een beetje uit naar beneden. En de rest blend ik uit met mijn vinger. Om het wat minder heftig te maken. En dan pak ik ook nog een klein beetje voor hier in mijn binnenste ooghoek. En dan met wat er nog op de kwast zit. Dus echt maar een heel klein beetje.
breng ik echt een heel klein beetje aan. Een beetje zo hier onder mijn wenkbrauwen. Voor een beetje een glow ook daar. En dan is de glow helemaal af. I love it. Ik vind het echt prachtig, jongens. Voor de lippen ga ik gewoon voor nude. Ik begin met mijn Sweet Tea Lip Pencil Shocker. Dan heb ik hier een lipstick van Revolution. Deze heel mooi nude in de kleur Head Turner 121. En dit is een matte bruine lipstick. En aangezien de look helemaal geel-goudachtig is, ga ik er overheen met een Jouer Gloss. En deze is echt prachtig, mensen. Zien we dit? Ik gebruik hem niet heel vaak, omdat het best wel een heftige kleur is. Maar ik denk voor de look van vandaag is hij echt prachtig. Dit is in de kleur Molten Gold. Kijk dit. Wauw. Kijk, als je het gewoon zo helemaal uitsmeert, dan is het helemaal niet zo heftig. Maar je ziet nog wel een klein beetje goud erin. En dat vind ik dus echt mooi. Dat matcht echt perfect met de look. Ik hou van de lip combo. Love it. Als fixing spray gebruik ik mijn Revolution Hyaluronic Fix Spray. Dan is de look helemaal af. I love it. Nou, dit is dan de look. Ik vind het echt prachtig. Het is lekker heftig. Ik heb een beetje overdreven met de blush, zoals ik al net ook zei. Maar dat maakt niet uit. Die vervaagt helemaal. Ik vind het echt prachtig. En ik denk dat het echt heel mooi gaat matchen met de schoenen. Ik ga me nou aankleden. En dan moet ik over even kijken. Een half uurtje moet ik vertrekken naar Utrecht. Want daar woont Hajar om haar op te halen. En dan gaan we naar Amsterdam. Dus kom gezellig met me mee. Oké, mensen. Dit heb ik aan. Een zwarte kooltrui. Een zwarte broek. Zo hoog. Het is niet echt heel spannend. En deze schoenen, is dit niet echt te cute? Kijk hoe cute deze schoenen zijn. I love it. Echt super cute en ze wandelen ook heel fijn. Dus dit is dan wat ik vandaag aan heb. Niet echt iets heel bijzonders of zo. Gewoon normaal zwart, want het is ook een beetje koud. Wij eten hier echt alles op. Ik ga helemaal stuk. Oké, mensen, de dag is totaal niet gegaan als hoe ik had gedacht dat het ging. Het is nou de volgende dag, vandaar dat ik er anders uitzie. Het event was heel leuk. Ik ben daarna gaan eten in Utrecht. Ik ben daarna beland random in Hilversum. Dus nee, niet Hilversum, Almere. Dus het is helemaal anders gaan dan dat ik wou. En ik was pas heel laat thuis, dus ik ben gewoon gelijk gaan slapen. Ik wil nog wel even de video afsluiten. Ik wil ook even laten zien wat ik heb gehad bij de Easy Paris event. Ik heb een hele leuke goodie bag gehad en ik ga even laten zien wat er allemaal in zit. Oké, ik heb dus twee bags gehad. Eentje is echt de echte. En die andere is gewoon een extra waar één ding in zit of zo. Waar niet echt heel veel in zit. Ik ga beginnen met die, want die is ook wel heel leuk. En dat is Easy Paris en Philip Plein bag. Ik ga beginnen met deze prachtige Easy Paris spiegel. Hij is helemaal roze. Hij had volgens mij, als ik me goed herinner, wit, zwart en roze. Ik wil altijd roze. Dus zo ziet hij eruit. Hierachter is een knopje. En dan als je hem openmaakt. Kijk hoe mooi dit is, jongens. En hier zo staat mijn naam. Dat heeft daar iemand geschreven. Dat heb ik ook laten zien in de vlog. Dat is mijn naam met een hartje. En hier staat een kusje. En dan kan hij aan, maar hij gaat niet aan. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Oh, nou is hij aan. Ik moest drukken hier op de knop hier. Kijk, en zo is hij aan. En dit is een super handige spiegel. I love it so much. En mijn naam erop. Echt, ik vind het super cute. Dus deze heb ik gehad. En in die tas zit ook nog een Philip Plein geur. Ik weet alleen niet of dit voor mannen is. Volgens mij is Philip Plein alleen maar mannen. Dit is een kleine geur. En we hebben hier een echte grote geur.
Flip Klein No Limit. Er staat niet op voor vrouw of man. Alleen Hajar, met wie ik dus was, die heeft hij ook gehad. En zij had hem gespreid en hij rook best wel mannelijk. En ik ben niet echt van de mannelijke geurtjes. Dus nee, ik vind hem niet zo lekker ruiken. Oh my god. Maar ik denk echt dat het voor mannen is. Misschien dat ik hem in een winactie doe of aan iemand anders geef. I don't know, maar ik vind de geur niet zo lekker helaas. We gaan verder met de echte goodie bag. Kijk hoe cute. Ook weer Easy Putty en hier roze. En dit hangt eraan vast. Dus deze ga ik even openmaken en zien wat erin zit. Ik heb al heel snel gespiekt, maar dat was dus echt heel snel. Dus ik weet niet precies wat erin zit. Oh, dit zijn van die geurstokjes of hoe het ook heet. Dat vind ik wel leuk. Van Cento. Ik ga hem even openmaken. Oh, wauw. Hij is ook echt groot. Kijk dit. Oh, dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik ga hem gewoon gelijk installeren. Of hoe ik het ook moet noemen. Kijk hoe leuk, jongens. Kan dit dicht? Ik weet niet of dit... Dit zit wel los. Hoort het zo? I don't know. Maar volgens mij wel, want hij gaat niet dicht. Kijk. En hij ruikt super lekker. I love it, jongens. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Die gaat beneden in de woonkamer. Ik heb hier iets kleins van Intimacy. Dit is een solid parfum. Oh, dit is een cream parfum. Oh, dat is wel handig. Dat heb ik nog nooit gehad. Hij ruikt echt heerlijk. Ik ga het een beetje zo hier aanbrengen. Oh, dit vind ik wel heel leuk. Dit heb ik nog nooit gehad. Deze ruikt echt fantastisch. Ik denk dat de geur er dan ook beter blijft. Omdat het een cream is. Ik weet niet of dat echt zo is. Maar in mijn hoofd is dat zo. En je hebt ook een kleine spiegel. Oeh, heel handig ook voor gewoon in je tas. Als je even moet bijen sprayen. Smeren. Dit vind ik wel leuk. Ik heb hier van Nature een handcreme. Die heb ik echt al 340. Dit is een brand van de Easy Putty echt. Die is nieuw. Maar mensen, ik heb zoveel handcremes. En ik moet ook wel zeggen dat ik ze bijna niet eens echt gebruik. Ja, ik denk dat dit in een winactie gaat. Ik heb hier dit. Ik weet niet precies wat het is. Oh, gewoon een klein washandje, doekje, dingetje. Ik weet ook niet echt wat ik daarmee moet. Ik heb hier olie. Oh, dat vind ik leuk. Kijk, deze olie. Hij is ook echt super groot. Is dat voor gezicht? Oh ja, het is voor gezicht. Ik dacht eventjes voor haartjes. Even kijken wat je hiermee moet doen. Alles is Frans. Oh, hier is Engels. Dit is een cleansing olie. Soak a wipe in water. Apply 3 pumps. Wipe over dry skin to remove makeup. Oh, je moet dus... Oh, nou, dan is dit misschien wel handig. Misschien hebben ze dit zo expres gedaan. Zo deze met deze. Dit is een make-up remover olie van Nove Experts of zoiets. Oeh, dit ga ik zeker te weten gebruiken. Ik hou altijd van gezichtsolies. Vooral omdat mijn huid een beetje normaal richting droog zit. Nou weet ik ook gelijk waarom ik dit kan gebruiken. Hoe ik dit kan gebruiken bedoel ik. Ik heb van Filorga de Instant Cool Optime Eyes Contour Stick. Daar had een vrouw ook mij verteld dat dit echt super handig is. Ze had hem ook op mijn hand gedaan. Ik vond hem wel een beetje vettig. Maar dit is dus zo'n stick. En die is een beetje zo cool. Een beetje zo koud. En als je die smeert hier zo bij je wallen. Dan had, tenminste van wat zij zei. Binnen een week ongeveer. Het hangt ook af van de persoon. Maar ik vroeg binnen hoe lang. En zij zei een week. Moet het je wallen verminderen en zo. Dus ik ben wel blij dat die in mijn goodie bag zit. Ik vond het niet zo fijn dat hij een beetje vettig was op mijn hand. Want ze had hem dus zo op mijn hand gedaan. Maar ik wil hem toch wel gaan proberen en zien of het echt nut heeft. Kijk, het is gewoon zo'n witte walmpje. Ik heb niet echt super veel wallen, maar ik heb ze wel. Dus ja, stick contour. Deze ga ik zeker proberen. Oh mijn god, mensen, we hebben een body yoghurt van Only You. Dat is ook de brand van Easy Putty, maar die is niet nieuw. Die bestaat al lang. Kijk ook hoe groot dit is. Het ziet er echt lekker uit. Het ziet eruit als gewoon eten. Oh, ik wil hem niet openmaken, want ik heb er hier nog één die niet op is. Deze ga ik bewaren in mijn la. En zodra die ik al heb op is, wil ik deze zeker proberen. Ziet er echt yummy uit. Van Be Creative Makeup heb ik hier een lip gloss. Een glitter lip gloss. Ik ben altijd heel enthousiast over make-up. In de kleur 1 Wanderlust. Make-up is altijd my fave. Oh, wauw. Kijk hoe mooi. Hij is zo clear, maar met glitters. Dat is wel heel mooi. Ik breng even een beetje aan op mijn hand. Kijk. Ik weet niet of je de glitters erin echt heel goed kunt zien. Maar het zijn dus een beetje van die gekleurde glitters. Oh, ik vind het echt prachtig. Ik heb wel iets op, maar ik doe het er gewoon weer op.
Wauw, hier ben ik echt heel happy mee. Ik vind het echt heel mooi. Hij brengt ook fijn aan. Hij plakt niet. Jee, dit vind ik echt leuk. Ja, je kunt de glitters niet echt zien op beeld. Wat hebben we hier? Van Intimacy een parfum. Daar ben ik ook altijd heel blij mee. Fun fact, omdat ik die altijd allemaal zoveel krijg in PR. Ik koop nooit parfums. Ik heb er zoveel en het worden er steeds meer en zo. Ik ben daar echt heel happy mee, want dat scheelt mij veel geld. Maar ik koop nooit parfum. Echt ideaal dit. Oeh, het is zo zacht hier. Kijk, dit is zo zacht. Dit is hem dan. Deze is gewoon klein, I think. Oh, en hij rolt zo. Hij ruikt ook heerlijk. Dit is ook handig voor in je tas, voor to go, om een beetje zo bij te smeren. Ik heb hier een beauty boekje. Ook van de Easy Paris, met allemaal beauty dingetjes erin. En last but not least, Queen Tarsi producten. Ik heb hier Coco. Die zijn extreem naturel. Dus iedereen die daar echt van houdt, vindt ze vast ideaal. Ik gebruik altijd heftig, zoals je misschien nou ook wel kunt zien. Dus ik ga ze denk ik in een winactie doen. En ik heb hier hun Brush On zwarte lijm. En die vind ik geweldig. Dat is de lijm die ik altijd gebruik. Ik gebruik altijd hun zwarte Brush On lijm. En ze hebben de verpakking veranderd. Kijk, dit is hem dan. Super leuk. Ze hebben wel nou de verpakking veranderd. Nu is hij zo mat en zo. Maar dit is nog de verpakking van in het begin. Dus ook hier ben ik heel blij mee. Omdat ik die echt letterlijk elke dag gebruik. Ook vandaag heb ik die gebruikt. Dus heel happy mee. En dat was het dan. Dat was de hele bag. Ik ben echt heel blij met alle producten. I love it. Nou mensen, dit was dan het einde van de video. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. En het heel leuk vond dat ik niet alleen de make-up heb laten zien. Maar ook echt heb gevlogd en erheen ben gegaan. Dus vergeet vooral niet mij een grote dikke like te geven. En te abonneren op mijn kanaal. Ik plaats ook hier twee video's in beeld. Die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Zo, dat was heel snel. Doei doei!